Wat moet je weten over de nieuwe Opel Grandland Hybrid 4? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers van Liewers Roden en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open systeem of met uitleg over een open model, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal. Ik zou zeggen, word meteen abonnee en je blijft op de hoogte van elke nieuwe video die wij hebben geplaatst. Nou, dit is hem dan, de nieuwe Opel Grandland X Hybrid 4. De Opel Grandland is in 2017 uitgekomen en het is echt een succes. Hij is in verschillende uitvoeringen leverbaar met verschillende motoren, maar nu is er ook een hybrid uitvoering. En hoe het allemaal werkt, zie je in deze video. Dit is hem dan, de Opel Grandland Hybrid 4. Nou, hij is natuurlijk in verschillende uitvoeringen leverbaar. Daar praten we over de Innovation uitvoering. Het model zien we ook hier. Daarnaast is hij ook nog in de Business Executive uitvoering. Die is met name ook voor de zakelijke rijder. En hij is in de Ultimate. Nou, standaard is hij voorzien van LED-verlichting. Ook van deze 19-inch lichtmetallen velgen. En dit zijn lichter, maar hij is ook in B-Color. En de Ultimate is ook voorzien van lederen bekleding. En de stoelen zijn ook elektrisch verstelbaar. En de passagiersstoel is daarmee ook op meerdere manieren verstelbaar. Nou, aan de buitenkant kun je de Hybrid 4 herkennen natuurlijk aan de badge die linksonder bij de deur plaatsvindt. En ook hier achterop ziet hij ook de typeaanduiding. En ook heeft de auto twee kleppen aan de zijkant. De ene is ervoor om het accupakket op te laden. En de andere is voor om de benzine toe te voegen. Dan gaat deze niet via deze kant open zoals we normaal gewend zijn van de Grandland X. Maar die gaat open aan de knop aan de binnenkant. En deze knop die bevindt zich hier links boven de automatische versnellingspook. Als je die indrukt, dan hoor je een piepje en daarna moet je wel even wachten tot die open gaat. Dat heeft te maken met de benzinedampen, wat weer te maken heeft met de Euro 6 norm. En hiermee kun je uiteraard de benzine toevoegen. De motor die voorzien is een 1.6 turbomotor met 200 pk, gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Nou, ook is de Grandland voor mogelijk met een elektrische achterklep. Dan zien we de koffieruimte. Nou, die is eigenlijk op de bovenste stand vergelijkbaar met de normale Grandland X. Wat anders is dat dit een andere kleur heeft en ook hieronder dat er eigenlijk geen dubbele bodem meer zit. Hieronder zitten wel wat opbergvakken. Nou, zoals ik al zei, is deze auto voorzien van een 1.6 turbomotor. Dat is een 4-cilinder benzinemotor met 200 pk. En daarnaast heeft de auto ook twee elektromotoren van 109 pk. Eén doet hij samen met de benzinemotor, drijft hij de voorwielen mee aan. En de andere gebruikt hij in dit geval, dus een hybrid 4, voor de achterwielen. Maar deze auto heeft ook een mogelijkheid voor all-wheel drive. En daarnaast heeft de auto ook nog een accupakket. En die is voorzien van 13,2 kWh waarmee je 50 km kunt rijden. Nou, dan zijn we nu aanbeland bij het interieur van de Opel Grandland X Hybrid 4. Nou, en daar zien we natuurlijk wel heel veel kenmerken van de normale Opel Grandland X. Ik zal die video die we gemaakt hebben voor het uitleggen van het interieur, hè, waar alle knopjes er zijn, hierboven uiteraard ook even linken. Zodat je die ook kunt bekijken. Nou, wat natuurlijk opvalt is met name hier het display, dat daar ook nog een blauw vakje zit en een groen vakje. Daar kun je ook precies zien, ook met de elektromotor, ook met de power, dat geeft je daar ook allemaal aan. En hier in het midden geeft hij precies aan welke modus die staat. Standaard, als je hem start, staat hij altijd in de elektromodus. Dat betekent dus dat je op de elektromotor 50 km kunt rijden. En dat is natuurlijk mooi van deze plug-in hybrid. Het is uiteraard de eerste plug-in hybrid van Opel. Wat natuurlijk ideaal is dat je bijvoorbeeld overdag voor woon-werkverkeer gewoon je 50 km kunt aanhouden. Voor het thuisladen op het werk. En mocht je verder lange stukken kunnen rijden, dan kun je uiteraard ook gewoon op de benzinemotor verder rijden. Of hybride. Nou, wat daarnaast een hele mooie functie is, is het e-save. En die vinden we eigenlijk rechts naast het logo voor harder en zachter doen, is de knop e-save. Als we daarop klikken, daar kan ik namelijk ook instellen, bijvoorbeeld of ik dan mijn energie zeg maar, van de elektromotor, of ik die bijvoorbeeld 10, 20 of maximaal wil doen. Nou, aan of uit kun je hiermee instellen. En zo houdt u dus de energiereserve. Dat wil dus zeggen, stel voor dat ik naar een stad moet rijden met een emissievrije zone, dat ik gewoon op de verbrandingsmotor daar naartoe kan rijden. En ben ik daar, kan ik zo overswitchen om elektronisch te rijden en waardoor ik dan dus verder kan rijden. Dat is natuurlijk ideaal.
Nou, wat verder nog een leuk detail is dat wanneer ik elektrisch rij, verschijnt eigenlijk achter de binnenspiegel een blauw ledlampje. En daarmee geeft hij aan dat ik dus emissieloos, dus oftewel elektrisch rij. Nou, dit is natuurlijk heel herkenbaar, ook voor als je mocht je een zone binnenkomen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet aan de buitenkant zien of deze auto natuurlijk emissieloos rijdt. En daarvoor geeft hij dus aan met een blauw ledlampje hieronder de binnenspiegel. Nou, de overige punten van het navigatiesysteem zijn natuurlijk ook wel herkenbaar. Wil ik nog één punt uitleggen over het navigatiesysteem. Dat is natuurlijk een hele mooie functie wat die heeft. Deze accu die van deze auto, dat is een 13,2 kWh accu, die is nu volledig opgeladen. Ik kan dus hier precies zien bij automatisch, door middel van een blauwe cirkel, hoe ver ik eigenlijk kan rijden op de elektromotor. Dus mocht ik bijvoorbeeld een bepaalde route ingesteld hebben, kan ik precies zien van haal ik dat of haal ik dat niet. En moet ik hem dus overschakelen naar gewoon de verbrandingsmotor. Nou, in de toekomst zal er namelijk ook van mooie functies uitkomen in combinatie met My Opel app. Zodra deze bekend zijn, dan zullen we uiteraard hier ook een video van maken. Dan zien we hier ook de automaatpook. Nou, we kennen natuurlijk deze nieuwe ook al vanaf de nieuwe Corsa. Waarbij je natuurlijk hier de P, de R, de N en de D hebt. De P voor parkeren, natuurlijk de R voor achteruit. De N voor neutraal en de D voor drive. Maar deze kun je ook nog in de B zetten. En dan ga je via een one pedal driving rijden. En dit systeem zorgt ervoor, wanneer ik bijvoorbeeld de weg rijd, ik laat het pedaal los, dat hij automatisch gaat regenereren en zo de energie weer terugwint in het accupakket. Links daarnaast, daar vinden we dus de knop om de verschillende drive modus in te stellen. Dat zie ik dus in mijn display. Hier in het midden zie ik precies in welke drive modus die staat. En er zijn dus vier. Standaard kunnen we dus standaard start je dus altijd in een elektrische variant. En daarmee kan ik dus, wanneer de accu volledig volgeladen is, 50 km rijden. Het is een 13,2 kWh accu. Daarnaast kan ik hem ook in de hybride stand zetten. Dat zal een combinatie zijn met de verbrandingsmotor en de elektromotor. Ik kan hem ook in de sportstand zetten. Nou, dat is dus uiteraard dezelfde functies met een verbrandingsmotor en elektromotor. Alleen dan zorgt hij natuurlijk weer voor nog sportieve en dynamische rijeigenschappen. En ik kan hem ook in een all-wheel drive systeem zetten. Dan zorgt hij ervoor dat de eerste elektromotor samen met de verbrandingsmotor de voorwielen aandrijft. En daarnaast de tweede elektromotor, die zit in het achteras verwerkt namelijk, die drijft dan de achterwielen aan. En dat zal niet bij elke snelheid en elke positie doen, maar dat kan dus ingeschakeld worden voor het all-wheel drive systeem. Nou, wat nog een leuk detail is om te weten is wanneer de auto bijvoorbeeld wegrijdt. Ja, dat hoor ik nou niet omdat ik uiteraard niet achter het stuur zit. Maar wanneer de auto dus wegrijdt, maakt de auto dus een geluid. En dat is eigenlijk een geluid die heel veel lijkt op een auto met een verbrandingsmotor. Dit geluid doet hij uiteraard dus alleen wanneer ik hem in een elektromotor stand heb staan. En zo waarschuwt hij eigenlijk de voetgangers van, hey, denk erom, ik kom eraan. Nou, en hier zien we aan de buitenkant ook daaronder nog het blauwe ledlampje die dus aangeeft dat deze auto dus momenteel emissieloos, dus via de elektromotor, rijdt. Nou, deze auto hebben we besteld een zwarte motorkap en daarmee is het natuurlijk een heel mooi kenmerk van deze auto. Dit is niet standaard, dit kun je uiteraard ook erbij bestellen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een zwart dak en zwarte spiegelkap en dat kan ook los van elkaar. Althans, dat bedoel ik met te zeggen, je kan ook alleen kiezen voor een zwart dak en zwarte spiegelkappen. Maar bij deze mooie roodmetallen kleur staat dit natuurlijk prachtig. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over de Opel Grandland X Hybrid 4. Nou, binnenkort verwachten we ook de Opel Grandland Hybrid 2 en uiteraard zullen we daar ook een video van maken. Maar heb je eerder vragen? Stel ze gerust via de balk hieronderin of mail ze naar hendrik@liewersroden.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom aan de Centurbo Noord 133 in Roden, waar wij de Opel Grandland Hybrid en een normale Opel Grandland hebben staan. En natuurlijk is een proefrit altijd mogelijk. Weer super bedankt voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewers. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En dan zien we elkaar weer. Tot dan!